De Algemene Bond Personeel Binnenlandse Zaken, ABPBISA, heeft het vertrouwen in minister Somohadjo opgezegd. De bond heeft vandaag actie gevoerd bij het kabinet van de vicepresident en heeft een petitie overhandigd aan vicepresident Ronnie Brunswijk. Alyssa Grant, voorzitter van de ABPBISA, zei bij de overhandiging van de petitie dat minister Somohadjo niet naar behoren functioneert. Ze gaf aan dat de minister een politieke strijd voert en een heksenjacht heeft geopend op politiek andersdenkenden in plaats van beleid te maken op het ministerie. De bondsvoorzitter wees erop dat personen benoemd worden die geen wezenlijke bijdrage leveren aan het beleid van BISA. De bond wil dat dit stopt en dat mensen die inzicht hebben in het ambtelijke systeem de sleutelfuncties van het ministerie krijgen. Vrouwelijke leden van de bond hebben meerdere malen hun klachten gedeponeerd over seksistische opmerkingen die worden gemaakt op de werkvloer door de vader van de minister, de heer Paul Somohadjo, welke zonder enige hoedanigheid postvat op het ministerie, terwijl er gebrek is aan ruimtes. Leden van de bond worden zonder enige schriftelijke afspraak verplicht werkzaamheden te verrichten voor het ministerie van Sasavo en landsdienaren worden geïntimideerd en beknot in hun rechten om vrijelijk te beschikken over loonstrookjes, werkgeversverklaringen, SZF-formulieren. Het directoraat HRM, welke bij uitstek moet zorgen voor zaken, het personeel rakende kampt met een schrijnend tekort aan voertuigen terwijl partijloyalisten deze voertuigen gebruiken voor niet-werkgerelateerde aangelegenheden. Ferik Terlaan, secretaris van de bond, haalde aan dat deze actie ook gevoerd is omdat ambtenaren die al maanden in dienst zijn, nog geen loon hebben ontvangen. Hij zei dat er diverse voorstellen zijn gedaan aan de minister. Echter is de bond niet in de gelegenheid gesteld om samen met de bewindsman deze voorstellen uit te werken. Vice-president Ronnie Brunswijk liet de bond weten dat de petitie in behandeling genomen zal worden. We hebben ook aangegeven van oké, als u vindt dat er overtollig mensen zijn, laten we kijken waar we die mensen kunnen inzetten. Laten we kijken als we met een systeem komen waarbij we mensen kunnen inzetten voor de particuliere sector ook. Ik kan zeker het leiden naar waar het moet. Na de RVM heb ik gesprek met de president. Dan gaan we zeker, kijk, dit zeker onder aandacht van de president brengen. De wensen van uw organisatie, van al die mensen. Maar in ieder geval, we gaan het niet zo laten, we gaan deze zaak onderzoeken. Yes. En dan, de zijn tijd gaat u horen, heel snel wordt er contact met u opgenomen. De Bond van Binnenlandse Zaken wil af van minister Bronte Somohadjo en heeft graag dat er iemand op BISA wordt geplaatst die capabel is om dit ministerie te leiden.